Ik zie er niet uit. Ik heb ook echt even een beetje haast. Ik heb namelijk met Zoe afgesproken. Ik ga eventjes naar Rotterdam even een foto maken. En zij moet naar de Normal daar voor samenwerken. Dus ik ga nu op de scooter naar Zoe. En dan rijden we vanaf daar met de auto naar Rotterdam. Maar ik heb een beetje haast. Want ik was eventjes met andere dingetjes bezig vanmorgen. Ik moet ook weer op tijd terug zijn. Want we gaan pizzeretten met het gezin van Stans. Dus dat is ook heel erg gezellig. Want het is natuurlijk vandaag Sinterklaas, 5 december. Maar goed, ik ga nu opschieten naar Zoe toe. We zijn in Rotterdam. Rotterdam het. Oh. En dit gaat goed weer. We zitten even een koffietje te drinken. Want het is heel koud. En we wilden hier ook heel graag een fotootje maken. We hebben net ook al een foto gemaakt. Ja. Zoe moet zo meteen ook eventjes naar de Normal. Ik wilde zeggen, ik zie er echt niet uit. Maar ik had een DM super lief van een meisje gekregen. Die zei, je moet echt niet zo vaak zeggen dat je er niet uitziet. Want dat is nergens voor nodig. Super lief. Maar soms voel je je gewoon even zo. Maar het is vandaag woensdag. En ik heb gisteren echt zo slecht gefilmd. Terwijl ik ben gisteren juist echt gedacht van, oh, het is echt een leuke dag om te filmen. Maar ik had gisteren zoveel haast in mijn leven. Dus ik doe gisteren en vandaag bij elkaar. Want vandaag gaat sowieso niet echt een lange dag worden qua filmen. Want ik ga vandaag weer naar kantoor toe. Om heel de dag die cursussen te volgen. Dus ja, daar kan ik eigenlijk ook al niet echt filmen. Dus ik dacht, dan doe ik gisteren en vandaag eventjes bij elkaar. Ik hoop dat jullie dat niet heel erg vinden. Maar ik denk dat ik vanavond eventjes in deze vlog mijn skincare ga laten zien. Dat dat misschien wel leuk is voor jullie. Ook een beetje als extraatje. Gisteravond heb ik bij Stan gegeten. Toen gingen we dus lekker een soort nasi eten of zo. Ja, volgens mij noem je dat nasi. Rijst met lekker kip en zo. En echt heel erg lekker. Daarna hebben we dus een spelletje gedaan. En ik kende dat spel niet, maar ik vond het echt heel erg leuk. Het leek een beetje op een soort mens erg je niet. Maar het heette Kezen, volgens mij. Maar het was heel erg leuk. En zondag gaan we daar dus echt met z'n allen, zeg maar, Sinterklaas vieren. Dus het was ook wel een soort van voor Sinterklaas, maar ja. Jong gezellig. Ik heb eventjes een koffietje gemaakt, want ik ben best wel een beetje moe. Ik had ook best dan geslapen, maar bij hem daar tegenover worden volgens mij nieuwe huizen gebouwd ofzo. Want er werden vanmorgen door een paar palen in die grond geslagen. Dat was niet normaal. Oh, mijn dag gaat echt nog in mijn kamer. Oké, ik ga eventjes mijn make-up afmaken. Dat kan ik wel gebruiken. En dan ga ik zo meteen richting The Office. Oh, ik ben eindelijk weer thuis. Het is nu 6:00. Ik heb dus de hele dag op kantoor gezeten bij Jarne. Ik ben ook klaar met mijn cursus. Dat is echt super leuk. Maandag ga ik er weer naartoe. En dan heeft hij allemaal soort van oefenopdrachtjes voor me. Waar ik mee kan gaan oefenen voor social media beheer. Echt heel erg veel zin in. Maar ik kwam thuis en we waren allemaal leuke pakketjes binnen. Als eerst een PR-pakketje van Bondi Sands. Dat is eigenlijk heel raar, maar dit hele leuke pakketje kwam binnen met allereerst een gel cleanser. Ik vind die verpakking ook echt heel leuk hoe ze dat doen. Voor mijn gevoel was Bondi Sands altijd met hele donkere kleuren. Dat is misschien meer de zelf tan line. En dit hele schattige toilettasje zit erbij. Daar zitten dus ook allemaal producten in. Allereerst een zelfbruining serum voor je gezicht. En dit is echt heel erg toevallig. Want ik was dus van de week hiervoor aan het kijken. Omdat ik niet elke keer als ik mezelf bleef naar de zonnebank wil gaan. Maar toch wel een beetje een bruin kleurtje wil of in de winter. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. En dan zitten er nog 3 producten in. Allereerst een vitamine B3 serum. En dat gebruik ik nog niet. Dus dat is heel erg leuk om uit te gaan proberen. Die als allereerst. En dan zitten er nog 2 crèmes in. Een night moisturizer en een gel moisturizer. En dan mocht ik weer allemaal dingetjes uitzoeken bij Look Fantastic. En ik heb echt eigenlijk zo goed als alleen maar kerstcadeautjes uitgezocht. Dus ik hoop dat niemand mijn vlogs kijkt. Want ik wil toch aan jullie laten zien. En ik heb natuurlijk voor jullie ook weer een kortingscode. Want met de code FLEURLF krijg je nu extra korting over de korting die ze dus al hebben. Dus met kerst is dit gewoon echt super handig. Want ze hebben cadeausets. Maar ze hebben ook gewoon shampoos, make-up, styling tools. Parfum voor mannen hebben ze ook.
Ze hebben gewoon heel veel leuke dingetjes om onder de kerstboom te leggen. En met korting is het natuurlijk alleen nog maar leuker om te kopen. Dus ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Allereerst van The Ordinary. Een The Most Loved set. En daar zit dus die niacinamide in, die hyaluronzuur en café nog wat. Even kijken of ik het eruit kan halen. Dit setje zit erin. En ik ken iemand die dit best een leuk merk vindt. Of nou, niet best een leuk merk. Die vindt het gewoon een leuk merk. Dan krijg ik hem nou weer niet terug. Vandaar dat ik die heb besteld voor onder de kerstboom. Dan heb ik van Garnier heb ik een vitamine C serum voor overdag en de nacht besteld. Ook als kerstcadeautje. Omdat ik ook weer iemand ken die heel graag het vitamine C serum uit wilde proberen. Dus ik dacht, nou, als jij dat zegt, dan onthoud ik dat. Dus daarvoor heb ik die besteld. Dan heb ik iets voor mezelf. En dat is van Olaplex nummer 6. De Bond Smoother. Want ik gebruik natuurlijk heel veel dingen voor mijn haar. En van Olaplex gebruik ik ook best wel veel. En toen zag ik deze dus echt bij iedereen op TikTok voorbij komen. Dat die deze aanraden. Dus die heb ik besteld om uit te gaan proberen. Heel benieuwd naar ook. Dan, ja, dit vond ik zo schattig. Van Laura Mercier. Die Translucent Powder. Maar kijk nou hoe schattig ze dit hebben ingepakt. Dit is echt speciaal voor de kerst. En dat is dus zo'n losse poeder voor onder je ogen of zo. In een minietje. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. En dan heb ik nog 3 parfum setjes. Nou ja, allereerst de Marc Jacobs Charm parfum. Ik ga hem niet uit de verpakking halen. Het is natuurlijk een cadeautje voor iemand. Maar ik vind dat Marc Jacobs altijd echt super lekkere parfum heeft. Dus ik heb die uitgekozen. Dan heb ik van Yves Saint Laurent. Ik draag eigenlijk altijd het parfum Libre. Dat is deze. En ze hadden nu dus zo'n cadeaubox met zo'n eentje voor onderweg. Een 30 ml en een mascara. Dus ik dacht, dat vind ik wel leuk ook om uit te zoeken en aan iemand te geven. Kijk dan hoe leuk dit er al uitziet. Het is toch veel leuk. Zo'n doosje is toch hartstikke, is hartstikke leuk om zo'n doosje te geven met zo'n pakketje. Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon helemaal leuk. En als laatste heb ik ook zo'n doosje, maar dan van Chloé. En daar zit dan het parfum in en dan ook eentje voor onderweg. Vond ik ook echt een heel erg leuk doosje. Ik vind sowieso dat Chloé altijd echt super mooie verpakkingen heeft. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. En ik denk dat iedereen voor wie deze cadeautjes zijn er ook heel erg blij mee gaat zijn. Althans, dat hoop ik natuurlijk. En met de code FLEURLF krijg je dus nog korting over de korting heen. En ik zal eventjes linkje van Look Fantastic in de beschrijving zetten. Ik ga eventjes eten. Sorry, ik heb trouwens heel de tijd mijn capuchon op, maar ik heb het echt zo koud. Ik ga eventjes lekker eten. Ik ga spaghetti carbonara maken. Daar heb ik heel erg veel zin in. Ga ik even mijn camera aan de oplader doen, want die is bijna leeg. En dan zal ik jullie strakjes eventjes mijn skincare routine laten zien om deze vlog toch nog iets leuker te maken. Aangezien ik gisteren echt bagger heb gefilmd. En gisteren en vandaag ook niet kon filmen. En ik wil wel gewoon voor jullie leuke video's plaatsen. Leuke vlogmas. Dus ik hoop dat ik het op die manier een beetje goed maak. Oké, ik heb even lekker gedoucht. En ik ga mijn make-up eraf halen. En ik heb eigenlijk niet zo heel veel make-up op gehad vandaag. Ook mijn micellair water van Garnier. Soms als ik zeg maar echt heel veel foundation en zo heb op gehad, dan doe ik met zo'n borsteltje over mijn gezicht heen. Maar daar heb ik nu eigenlijk niet zo heel erg veel zin in, eerlijk gezegd. Dus ik haal het er gewoon eventjes met een watje van af. Zo. Dan, ik ga even die haarband in doen, want dan blijft het haar een beetje naar achter. Want ik wil niet dat het al vet wordt. Dan pak ik mijn vitamine C serum van Garnier. Dat is niet die trouwens die ik net heb laten zien van Look Fantastic. Maar deze had ik zelf al. En die vind ik echt heel erg fijn. En je hebt dus ook inderdaad wat ik net liet zien. Speciaal eentje voor de nacht. Dus misschien dat ik die ook wel zelf nog ga kopen. Dan in de nacht doe ik van Vichy dit op. De Mineral 98. Dus hydraterend werkt dat. Oeh. En ik gebruik tegenwoordig wel echt voor 's avonds en 's ochtends het anders. Eerst gebruik ik eigenlijk gewoon altijd hetzelfde.
Maar ik zal zo meteen even laten zien wat ik dan in de ochtend gebruik. Zo. En dan pak ik deze crème van Vichy erbij, de Aqua Terminal. Ik had dus eerst ook een nachtcrème van Vichy, maar ik ben die echt al een tijdje kwijt. Dus ik gebruik nu eigenlijk gewoon elke keer deze. En dan als laatste pak ik deze oogcrème van Elemis. Ik had die toen in een Look Fantastic adventkalender gekregen. En ik was echt oprecht nog op zoek naar een oogcrème. Dus hier ben ik echt heel blij mee. En nu smeer ik gewoon onder mijn ogen uit. En dat is eigenlijk altijd wel een beetje voor 's avonds. Eerst gebruikte ik dus deze vitamine C crème. Van Claudet. En ik vind hem wel heel erg fijn, maar ik vind hem zo stinken. Als ik deze op heb, gewoon helemaal onpasselijk word ik ervan. En wat ik 's ochtends altijd doe, is dan begin ik met de Bioma Hydration Serum. Deze. En dan daarna de Bioma Brightening Serum. En dan als ik naar buiten ga, doe ik deze dagcrème op. Ook van Bioma. En hier zit SPF 30 in. En als ik niet naar buiten ga, dus ik weet van dit wordt gewoon een chille zondag binnen in huis, dan doe ik deze op van Bioma. Is ook een dagcrème, maar dan zonder SPF. En natuurlijk altijd een lekker lippenbalsempje. Deze van Laneige. Ik heb dus een paar kleintjes en twee grote. Die grote ligt nu bij Stan. En die andere wil ik eigenlijk nog niet openmaken. Omdat ik eerst even deze kleintjes gewoon wil opmaken. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn avondroutine. Ik ga bij deze gelijk deze vlogmas afsluiten. Ik hoop dat jullie hem toch een beetje leuk vonden. Ook al was gisteren chaotisch en vandaag een beetje druk. Ik heb toch geprobeerd wat extra dingetjes aan deze vlog toe te voegen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlogmas. En dan zie ik jullie morgen.